Ik zie dat je begint met lezen. Wat zie je nog meer behalve woorden? Goed. Ik zie woorden, vormen, zinnen. Zijn het allemaal dezelfde vormen die je ziet? Nee, maar een paar. Met deze en zo. Deze. Ja, dus sommige vormen zijn hetzelfde. Kan je eens een voorbeeld aanwijzen of een formule waarbij je zegt, oh ja, die zijn hetzelfde? Deze. Oké, en hoe zou je die vorm kunnen omschrijven? Boven heeft hij een, eenmaal boven heeft hij een cirkel. Goed gezegd. En dan onderaan de cirkel zit een pijl naar beneden. Keurig, dat heb je goed omschreven. Dus die vormen zijn inderdaad hetzelfde. Hoe in je zak zitten. Een bakje. Lijkt dat je af? Mij namelijk wel een beetje. Dit helpt. Oké, dus daar heb je dezelfde vormen. Zie je ook een plek waar je juist verschillende vormen hebt? Nee. Nergens? Nou, hier. Deze. Ah, deze twee vormen zijn volgens jou hetzelfde. Ik bedoel niet hetzelfde. Bedoel ik eigenlijk. Want deze wijst die kant en deze wijst die kant. Oké, dus ze wijzen een andere richting op. Goed gezien. Oké, en als je nou eens verder naar deze bladzijde kijkt, wat zie je nog meer? Vakjes hier. Precies, we zien vakjes. Die vakjes nou hebben gemaakt. Je timer even naar je mond af. Wat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik meer informatie nodig. Je hebt meer informatie nodig. Als je eens bedenkt, zie je wel eens vaker ergens vakjes. Ja. Kun je een voorbeeld noemen? Rekenen in het werkschrift. In het werkschrift. En waarvoor gebruiken ze dan vakjes? Of zo dat je die opdracht moet doen. Ja, precies. Ja, en soms zul je misschien ook wel zien dat er dan twee opdrachten staan, of drie, en dat daaromheen dan een vak staat. Waarom hebben ze daar dan een vak omheen gezet? Dat het het model is. Dat heeft niet altijd iets met het model te maken. Ja. Heeft iets te maken met de vormen hier. Ja, nu kijk je heel erg naar deze opdracht. Maar bijvoorbeeld in een dierentuin zie ik soms ook wel eens een soort van vak. Ja, vak waar een leeuw in zit. Ja, en waarom hebben ze daar dan een vak van gemaakt? Want eigenlijk is het hek een beetje eenzelfde soort iets als de lijnen van het vak.
hulp vragen. Je zou om hulp kunnen vragen. Maar is er iets wat jij zonder hulp nog zou kunnen doen? Denk je dat als je dit nog een keer zou lezen, dat je er dan misschien al meer van begrijpt? Ik denk dat dat wel kan helpen. Okay. Als ik soms naar een nieuwe plek ga, dan heb ik de eerste keer dat ik naar een plek ga, ben ik nog heel erg aan het zoeken. Kijk ik op mijn telefoon welke route ik moet fietsen. Maar als ik een tweede keer ga, nee, dan merk ik al, oh ja, ik herken het een beetje. Ik kan op meer dingen letten. En als ik een derde keer de stuk fiets, dan heb ik de route al een beetje in mijn hoofd zitten. Dan herken ik nog meer. Maar dan moet je niet, heel lang er niet naartoe fietsen, dan moet je er steeds blijven naartoe fietsen. Klopt. Dus wat zullen we dan met deze tekst doen? Gewoon doorgaan. En wat is gewoon doorgaan dan? Naar het lezen. Oké, dat we hem nu nog een keer gaan lezen. Nou, lijkt me een goed plan. Laten we dat doen. Online. We zijn ook bijna klaar voor vandaag. Maar waar ik wel even benieuwd naar ben, toen ik jou dit blad gaf, zei je, ik heb geen idee wat ik hier moet doen. Ja. Toch? Nou, ik dacht in mijn hoofd, dat was best wel makkelijk, zag het eruit. Ja. Want ik wist dat een beetje dat er verschillen waren. Dus toen dacht ik aan, zoek het verschil. Ja. Dus, ja. Ja, precies. Dus je dacht al wel in je hoofd toen je de blad zag, oh, misschien moet ik dit ermee doen. Mm-hmm. Ja, maar met name toen we de instructie gingen lezen, was het veel anders. Ja, toen zakte de moedje een beetje in de schoenen volgens mij. Mm-hmm. Is het je gelukt? Ja. En wat heb jij nu gedaan, waardoor het je toch gelukt is? Lezen. Oké, heb je één keer de instructie gelezen? Wat vijf heb je dan gedaan? Keer. Ja, je hebt vijf keer. Ik heb het niet verteld, maar jij zou het horen wel. Heb je de instructie gelezen? Mm-hmm. En wat kan je nog meer zeggen over hoe je het hebt gelezen? In stukjes. Ja, is goed. Hoe vond je dat je les ging? Ik vond het heel wisselend. Sommige stukjes, dan dacht ik, oh ja, dit is hoe ik wil dat het gaat. En andere stukken was ik toch nog wel zoekende in van hoe stel ik nu een vraag, denk ik, waar we het al eerder over hebben gehad, hè, dat ik zelf duidelijk moet zijn in wat ik vraag. Mm-hmm. En ik moest heel erg mijn best doen om het tempo laag, tenminste het tempo laag te houden, in die zin mijn tempo aan te passen aan Indy en niet zelf toch instructie te gaan geven. En ik denk dat ik daarin wel een beetje toch nog weer te ver ben gegaan op sommige momenten. Waarbij ik soms ook al bewust dacht, ik ga nu wel even een stukje hem op weg helpen om te voorkomen dat hij helemaal een meter naar achter schuift. Omdat hij denkt, nou laat maar zitten. Ja. Want over dat punt wilde ik hem juist heen tillen. Ja. En wat was je doel van deze les? Hem eigenlijk in laten zien dat als hij van tevoren denkt van, nou dit kan ik helemaal niet. Dat het wat hij zelf allemaal kan doen, dat hij er zelf dus iets aan kan doen om te zorgen dat het hem dan wel lukt. Ja. Dus je was dat me zou ervaren. Je was me eigenlijk bekwaamheidsgevoelens aan het geven en, ja, en heel erg individueren ook. Ja. Om ervoor te zorgen dat hij zelf die taak op zich, ja, gaat nemen. Ja. Maar ik kon het heel duidelijk in je les terugzien. Waardoor ik toen zelf ook dacht, oké, wat is nu mijn taak? Zeg maar, wat ik net al zei, dat stukje tussen hem even meenemen en op sleeptouw nemen en hem zelf toch laten uitzoeken. Ja, en je voelde heel duidelijk wel aan de situatie dat het echt een beetje op sleeptouw nemen was. Hè? Ja. Dat je eigenlijk veranderde ook van lichaamshouding. Ja. Ik denk dat je dat heel goed oppikte, daar mag je best wat aan doen. Ja,
He, en dan is het denk ik al goed om, om een kind om over te stappen van mediëren naar instructie. Ja. Want soms heeft een kind gewoon instructie nodig om dingen te kunnen begrijpen. Ja. He, dat hebben we allemaal. Want als je iets niet weet, he, dan heeft iemand, iemand die met jou aan het werken is, heeft de macht om jou zeg maar, die informatie te geven. Ja. He, en op dat moment ben je ook inderdaad aan het instrueren. Maar je kan hem dan niet mediëren, omdat je eigenlijk... te ver in zijn zone van naast de ontwikkeling zit. Dus ja. Hij kan die stap niet maken. Maar om de taak te doen, te kunnen doen, heeft hij die informatie wel nodig. En dan is het een goed idee als je inderdaad overstapt naar mediëren of naar, naar instructie geven. Ja. En dan in een latere fase nog weer, hè, als je een stukje instructie hebt gegeven, dan misschien de waarom vragen bijvoorbeeld gaat stellen. Zodat ja. je hem mee gaat nemen in dat denkproces weer. Van met mee te nemen van de instructie die jij hem gegeven hebt. Ja. Oké, het was heel duidelijk dat je met hem bezig was met aanpakgedrag. He, eigenlijk niet zo per se op het vergelijken, he, want dat, nee. Dat doet hij eigenlijk wel. He, maar het was ja. heel duidelijk aanpakgedrag. En ja, leuk om dat zo in je les naar voren te zien komen. Je deed het echt prima. Maar wat ook belangrijk is, is dat je zelf zegt van ik zag het moment dat hij in zijn lichaamshouding aan ging geven van ik ben afgehaakt. Ja. He, en dat heb je gezien en dat is het moment dat je mag zeggen van nou nu ga ik even van strategie veranderen, ja. want ik wil hem weer aan die tafel hebben. Ja. Ja. Leuk was ook je evalueren aan het eind van de les en bijzonder dat hij teruggreep naar een stukje van voorkennis. En daar mag je ook veel meer in je lessen gebruik van maken. Dat je eigenlijk de transfer maakt, zeg maar, naar eerdere ervaringen. Ja. Zodat het, de dingen die hij gedaan heeft, zeg maar, dat daar wat jij aan aanpakgedrag wil leren, dat dat ook meer wortel gaat schieten in alle dingen die hij al eerder heeft gedaan. Ja. Ja, want dat is de manier waarop wij mensen leren. Je moet het altijd vastkoppelen aan iets wat je al eerder hebt gehad. Ja. En daar kan je nieuwe dingen aan verbinden. En dat was eigenlijk wel een beetje wat hij aan het eind van de les ineens deed. He, dat hij het had over vergelijken, zoek de verschillen, he, ja. van de hagelslagdoos, ja. Dat hij daarna refereerde en dat hij dus eigenlijk he, die bekwaamheid daar nog weer aan vastkoppelde. Ja. Dat was heel leuk. Oké. Nou, leuke les om te zien.